Deze video gaat over de historische context Duitsland 1871-1945. De eerste deelcontext gaat over het Duitse Keizerrijk, de periode van 1871 tot en met 1918. Maar voordat we beginnen met het jaar 1871, eerst een korte voorgeschiedenis van het Duitse Rijk. En dan beginnen we bij deze kaart van het Heilige Roomse Rijk. Dit is een kaart uit 1648. Het jaar dat in de Republiek de 80-jarige oorlog ten einde komt. Het onderwerp van de andere historische context. Het Heilige Roomse Rijk was een lappendeken van vorstendommen, vrijsteden en kerkelijke gebieden. En in de praktijk bestreden ze elkaar meer dan dat ze met elkaar samenwerkten. En sinds de 15e eeuw was er een lid van de familie Habsburg keizer van het Rijk. En dit was meer een symbolische functie. Dit was niet een persoon met heel veel macht. Sterker nog, de zeven keurvorsten zochten liever een zwak keizer uit, zodat ze mooi hun eigen gang konden gaan. Pruisen werd binnen het Heilige Roomse Rijk een macht waar men steeds meer rekening mee diende te houden. Vanaf 1701 werd het een koninkrijk en in plaats van Habsburger kwam hier een Hohenzollern op de troon. En het werd een groot macht op het gebied van cultuur. Pruisen heeft veel vooraanstaande dichters en denkers voortgebracht. Maar ook op militair gebied was Pruisen een grootmacht. Het werd dominant in het Duitse Rijk en werd daarom een bedreiging voor de Habsburgers. En je ziet op deze kaart de enorme groei die Pruisen in de 19e eeuw doormaakt. Hoe dan ook, er is veel verdeeldheid in het Heilige Roomse Rijk en Napoleon maakt daar handig gebruik van als hij grote delen van Europa inlijft. Dat betekende ook de ondergang van het Heilige Roomse Rijk en daarmee ook een impuls voor het streven naar een verenigd Duitsland. Er is niets dat vijanden zo snel verbroedert als een gemeenschappelijke vijand. En dat was in dit geval Napoleon. En nadat Napoleon verslagen was, streefden Pruisen en het Habsburgse Rijk om de macht binnen het Duitse Rijk. En we zien dat de overheersing door Napoleon zorgt voor de opkomst van het Duits nationalisme. Nationalisme betekent een gevoel van saamhorigheid op basis van taal, geloof, gemeenschappelijke geschiedenis of gedeelde belangen. En. Bij nationalisme hoort ook het streven naar een eigen nationale staat met één volk. En in Duitsland zien we dat in de 19e eeuw vertaald in het streven naar één Duits Rijk, naar een Duitse eenheid. De man die de grootste bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de Duitse eenheid is Otto von Bismarck. In 1848 wordt er al een poging gedaan om de Duitse eenheid uit te roepen, en in Frankvoort komt een parlement bijeen dat lang vergadert, maar dat het doel uiteindelijk niet weet te realiseren. Het lukt ze hier niet om een Duitse staat te smeden. De Pruisische koning kon in 1848 keizer worden van het nieuwe Duitsland, maar hij weigerde deze titel. Hij vond dat koningen aangesteld werden door God en niet door een parlement van burgers. Otto van Bismarck doet een nieuwe poging en hij is van mening dat Duitse eenwording niet tot stand moet komen door praten en door meerderheidsbesluiten, maar door ijzer en bloed. Dit is een uitspraak van Bismarck die hem goed typeert. Hij was tegen eindeloze overleg en het wachten op meerderheidsbesluiten, democratische besluiten, maar zei hij door ijzer en bloed, eigenlijk door oorlog, zou de Duitse eenwording tot stand kunnen komen. En hij brengt dit ook in de praktijk. Bijvoorbeeld met een oorlog tegen Oostenrijk. Pruisen wint dit en wordt daarmee de dominante macht binnen het Duitse Rijk. Met behulp van een aantal oorlogen weet Bismarck Pruisen de dominante macht binnen het Duitse Rijk te maken. En de belangrijkste oorlog die in deze historische context uitgewerkt wordt, is de Frans-Duitse Oorlog van 1871. Wederom is er een gemeenschappelijke vijand, Frankrijk, en die brengt de Duitse vorsten in het Rijk samen. Frankrijk wordt verslagen door Duitsland. En dit is voor Bismarck het moment om de Duitse eenheid uit te roepen. In 1871 wordt in het hart van Frankrijk, in Versailles, de Duitse eenheid uitgeroepen. Frankrijk is verslagen en dat is goed voor de nationalistische sentimenten en de eensgezindheid onder de Duitse vorsten. Bismarck maakt hier handig gebruik van en maakt van Duitsland een bondstaat waarin verschillende koninkrijken blijven bestaan. Maar waarin Pruisen de overheersende stem kreeg. En in Versailles wordt Willem I, hier onder de pijl, uitgeroepen tot Duitse keizer. En het was een gigantische vernedering voor Frankrijk dat dit plaatsvond in de Spiegelzaal in Versailles. Bismarck staat natuurlijk ook op dit schilderij afgebeeld als de bedenker van het plan. En in 1871 kunnen we dus spreken van een keizerrijk. Met als twee belangrijkste personen ten eerste. Wilhelm I, de eerste Duitse keizer, en voorheen koning van Pruisen. Dat bleef hij echter ook. Sterker nog, voor Wilhelm I was de Duitse keizer meer een soort bijtitel. Hij bleef zichzelf vooral zien als koning van Pruisen. Daarnaast Otto van Bismarck, en hij werd rijkskanselier, een soort minister-president. Otto van Bismarck zorgde dus voor de Duitse eenheid. en dit zorgde voor het ontstaan van een nieuw machtsevenwicht in Europa. Er kwam een nieuw land bij waar men rekening mee moest houden. Dit zorgde voor een belangrijke verandering in de Europese machtsverhoudingen. Frankrijk was niet langer oppermachtig. Duitsland werd economisch, politiek en militair. een macht waar rekening mee gehouden moest worden. Het werd ook een wankelevenwicht, want het was natuurlijk duidelijk dat Frankrijk zinde op wraak. Als je zo verschrikkelijk vernederd wordt in 1871 en je buurland roept de eenheid uit in jouw mooiste zaal van het land, in de Spiegelzaal in Versailles, dan kun je erop rekenen dat dat land een keer terug wil slaan. Bismarck was zich goed bewust van dit nieuwe Europese evenwicht en hij had ook goed in de gaten dat Duitsland hier voorzichtig mee om moet gaan. En daarom kwam hij met de zogenaamde alliantiepolitiek. En om dat voor elkaar te krijgen moest Bismarck 180 graden draaien. Eerst was hij de man van ijzer en bloed, maar nu werd hij een ware diplomaat die zijn best deed om te benadrukken dat Europa zich echt geen zorgen hoefde te maken over Duitsland. Hij streefde naar een machtsevenwicht omdat hij vooral bang was dat een van de Europese landen of een samenwerking van Europese landen hem aan zouden vallen en direct een einde zouden maken aan het nog zo jonge Duitse keizerrijk. En op deze print zie je hoe in het midden Wilhelm I en Bismarck hun uiterste best doen om alle Europese machten de hand te schudden, de vriend te houden. Bismarck was vooral bang voor Franse wraak na 1871. En daarom sloot hij doorlopend bondgenootschappen, ander woord voor bondgenootschappen zijn allianties, om te voorkomen dat dat ook echt zou gebeuren. Een voorbeeld uit deze historische context is de conferentie van Berlijn van 1884 tot en met 1885. En je ziet op deze spotprint von Bismarck staan met een mes, hij is klaar om de taart te snijden, de taart is zelfs al gesneden, en op de taart staat Afrika. Op de conferentie van Berlijn nam Duitsland een rol op zich als neutrale scheidsrechter, als een land dat boven de partijen stond. Dit past ook goed bij het beleid van Bismarck, geen partij kiezen, maar de alliantiepolitiek en zorgen dat je iedereen tevreden houdt. De afspraak die hier gemaakt wordt ging over gebieden in Afrika. Veel Europese landen wilden koloniën hebben, overzeese koloniën, en Afrika was nog niet helemaal verdeeld. En om te zorgen dat dit niet volledig uit de hand zou lopen, werd er een afspraak gemaakt. Namelijk dat als een land een deel van Afrika wilde hebben als kolonie, dan moest het dat gebied ook besturen. En dit zorgde voor een run op de laatste stukjes van Afrika. Die werden hier verdeeld, zoals de taart op de afbeelding op de vorige dia. En Duitsland nam hier zelf ook. Gebieden in. En dit was eigenlijk niet in de lijn van Bismarck. Bismarck was bang dat als Duitsland zich zou mengen in de koloniale politiek: dat het daarmee nieuwe tegenstanders zou krijgen en dat het daarmee in gevaar zou worden voor de alliantiepolitiek. Het past eigenlijk veel beter bij de opvolgers van Wilhelm I en Wilhelm II. Wilhelm II wordt Duits keizer in 1888. Hij wordt nog voorgegaan door zijn vader, die slechts drie maanden op de troon zat en toen overleed. Hij wordt in deze historische context verder ook niet genoemd. Het streven naar koloniën past wel heel erg goed bij Wilhelm II, die een totaal andere politiek ging voeren dan zijn voorganger Wilhelm I en Bismarck. Zoals gezegd was Wilhelm II de kleinzoon van Wilhelm I. En zijn beleid vormde een grote breuk met dat van zijn grootvader en Bismarck. Want wat Wilhelm II graag wilde, hij wilde Duitsland een plaats geven op het wereldtoneel. Weg met de alliantiepolitiek van Bismarck, weg met de bescheidenheid van zijn grootvader. Nee, Duitsland was een Europese macht waar rekening mee gehouden moest worden. En dat moest ook maar eens getoond worden aan de buitenwereld. En dat streven dat stond natuurlijk op gespannen voet met de alliantiepolitiek. Je kunt niet iedereen te vriend houden en ondertussen de grootmacht uithangen. Bismarck paste natuurlijk niet in dit plaatje en in 1819 werd hij gedwongen om af te treden. En dit streven van Wilhelm II dat noem je zijn weltpolitiek, zijn wereldpolitiek. Hij wilde niet langer bescheiden doen over Duitsland. En daar past natuurlijk heel erg goed bij dat er koloniale bezettingen moeten komen. Duitsland krijgt koloniën, een plek onder de zon, zoals het genoemd werd. Een aantal gebieden in Afrika kwamen onder het bewind van Duitsland, maar dit was geen enorm succes. Het is wel een goed voorbeeld van modern imperialisme. En modern imperialisme is een typisch 19e-eeuws verschijnsel, waarbij Europese landen streefden naar een groot koloniaal rijk. Ze hadden verschillende redenen om dat te doen. En een aantal van die redenen die zien we ook terug bij de welpolitiek van Wilhelm II. Ten eerste aanzien. Niks, geen bescheidenheid, niks, geen alliantiepolitiek, bondgenootschappen. Nee, een Duitsland waar men trots op kon zijn. En een Duitsland dat om die reden recht had op koloniën. Een tweede reden is grondstoffen. De industrialisatie in Duitsland kwam goed op gang. Daarover. Later meer. Maar voor industrialisatie heb je grondstoffen nodig. Zo'n kolonie was ook geschikt voor productie. En daarnaast kon het ook nog functioneren als afzetgebied. Een gebied waar je je producten kon verkopen. Het eerste voorbeeld dus van de weldpolitiek van Wilhelm II is zijn koloniale beleid. Zijn modern imperialisme en zijn streven naar een plek onder de zon. Een tweede voorbeeld is het aannemen van de Vlootwet in 1898. Dit was een lang gekoesterde wens van Willem II. En het was een wet die werd aangenomen, daar stond in dat er voor 408 miljoen mark oorlogsschepen mochten worden gebouwd. En dit was niet de enige vlootwet, want in deze jaren, daarop volgende jaren, werden er meer van dergelijke wetten aangenomen. En het idee hierachter was dat de Duitse vloot zo verschrikkelijk sterk moest worden dat Engeland geen oorlog meer aan zou durven. En dat er op die manier vriendschap zou ontstaan tussen Engeland en Frankrijk. Het onbedoelde gevolg was natuurlijk anders. Er ontstond alles behalve vriendschap. Engeland is van origine een sterke macht op zee. En doordat Duitsland zich ook gaat ontplooien op dit gebied, ging Engeland Duitsland meer en meer als vijand zien. We hebben in deze video gekeken naar de voorgeschiedenis voor 1871 en we hebben gekeken hoe Bismarck door een politiek van bloed en staal de Duitse eenheid tot stand brengt. We hebben ook gekeken naar de belangrijke breuk tussen Wilhelm I en II. Wilhelm II gaat een andere koers varen dan zijn grootvader met alle gevolgen van dien. In de volgende video gaan we verder met de Eerste Wereldoorlog. Dit is het tweede deel van de eerste deelcontext over het onderwerp Duitsland 1871-1945. En we gaan kijken naar de Eerste Wereldoorlog die duurt van 1914 tot en met 1918. We beginnen met de aanloop, de oorzaken van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. En dan gaan we kijken hoe Duitsland zich vanaf 1871 ontwikkelt. Duitsland ontwikkelt zich op het gebied van de industrialisatie heel erg snel. De mechanisering van industrie en verkeer. Zorgt voor grote economische veranderingen. En die industrialisatie die zorgt ook voor de opkomst van moderne imperialisme. We hebben daar al eerder naar gekeken. Moderne imperialisme betekent dat landen in Europa, ook Duitsland, streeft naar koloniën. En die koloniën die dienen om daar grondstoffen vandaan te halen die verwerkt kunnen worden in de industrie. En ten tweede zijn het ook afzetgebieden. De producten die gemaakt worden, die kunnen daar weer verkocht worden. Tot slot is het ook een vorm van aanzien. En dat zien we heel duidelijk met de komst van Wilhelm II, dat hij aanzien wil. Hij wil dat Duitsland meedoet op het wereldtoneel met zijn zogenaamde weltpolitiek. Industrialisatie en modern imperialisme gaan dus hand in hand. Een andere ontwikkeling is die van het militarisme. En militarisme betekent de verheerlijking van krijgsmacht en oorlogsvoering. In de praktijk betekende dat dat het leger in de maatschappij en de samenleving een belangrijke rol innam. Bedrijven werden gerund met behulp van een strakke hiërarchie, een duidelijke verdeling in rangen en standen. En dat militarisme dat zie je ook terug bij de Vlootwet van 1898, want het betekent een uitbreiding van de Duitse Vloot. En we hebben daar al gezien dat Engeland zich daar zorgen over gaat maken. De Vlootwet kan ook weer in verband gebracht worden met het moderne imperialisme. Want om overzeese gebieden te overheersen en om je belangen daar veilig te stellen, heb je sterke oorlogsschepen nodig, een sterke vloot nodig. Andere belangrijke oorzaak is het ontstaan van bondgenootschappen. We hebben bij Bismarck en Wilhelm I hebben we gezien dat die bondgenootschappen vooral dienen om de andere Europese landen te vriend te houden. Wilhelm II laat met zijn wereldpolitiek die koers los en dat zorgt ervoor dat Rusland het bondgenootschap met Duitsland verbrak. En Rusland zoekt toenadering tot Frankrijk. En rond 1900 zochten de omringende landen juist bondgenoten. Ze maakten zich zorgen over de positie van Duitsland, over het groeiende militarisme, over de vlootwet, over de sterke economische macht die het aan het worden was en zochten steun bij andere omringende landen. Dit is dus precies wat Bismarck altijd probeerde te voorkomen: Rusland sluit een verband met Frankrijk en Frankrijk weer met Engeland. Laten we de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog eens op een rij zetten. Bij oorzaken maken we onderscheid tussen directe oorzaken en indirecte oorzaken. Indirecte oorzaken zijn oorzaken die al langere tijd op de achtergrond een rol spelen, maar die niet direct zorgen voor het uitbreken van een conflict. De directe oorzaak, ook wel de aanleiding genoemd, die zorgt ervoor dat de vlam in de pan slaat, dat in dit geval de oorlog begint. Je kunt het vergelijken met het spreekwoord de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Voordat die emmer gevuld is, zijn er heel veel druppels nodig om het zo ver te laten komen. Al die druppels die bijdragen aan het vullen van de emmer noem je indirecte oorzaken. Er is echter één druppel verantwoordelijk voor het overlopen van de emmer, de laatste druppel. En die laatste druppel kun je vergelijken met de directe oorzaak, oftewel de aanleiding. We gaan kijken naar de indirecte oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn de bondgenootschappen, het militarisme, de industrialisatie en de samenhang met moderne imperialisme en nationalisme. Dit zijn de belangrijkste indirecte oorzaken die al langere tijd op de achtergrond een rol spelen. Dit zijn geen oorzaken die in 1914 ineens uit de lucht komen vallen, maar dit zijn oorzaken die al langere tijd op de achtergrond een rol spelen en zorgen voor toenemende spanningen in Europa. De directe oorzaak is de moord op Frans Ferdinand. Frans Ferdinand was de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Hij zou de nieuwe keizer worden van dit enorme rijk. Hij gaat op bezoek naar Sarajevo en Sarajevo bevond zich in het gebied dat net was ingeleid door Oostenrijk-Hongarije. Servische nationalisten die streven naar een groot onafhankelijk Joegoslavië zijn het daar natuurlijk niet mee eens. Nationalisme speelt hier een belangrijke rol. En om die overheersende positie van Oostenrijk-Hongarije tegen te gaan, vermoorden zij in 1914 op 28 juni in Sarajevo Frans Ferdinand. Hij komt om het leven en dit is de directe oorzaak voor het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Want nu komt er namelijk een kettingreactie op gang. Oostenrijk-Hongarije wil wraak en neemt wraak op Servië, maar doet dat pas nadat het gesteund is door Duitsland. Duitsland doet Oostenrijk-Hongarije de belofte dat wat ze ook doen, dat Duitsland zal Oostenrijk-Hongarije steunen. Servië wordt echter gesteund door hele grote broer Rusland. Rusland is weer bondgenoot met Frankrijk, Frankrijk met Engeland en zo zie je de oorlog tot stand komen. In de stofomschrijving en de meeste examenkaternen wordt hier geen aandacht aan gegeven, wordt slechts heel kort stilgestaan bij de Eerste Wereldoorlog, maar om de Eerste Wereldoorlog goed te begrijpen is het denk ik noodzakelijk om hier toch iets van te weten. Dankzij het nationalisme, dankzij het militarisme gaan de Duitse soldaten opgelaten vrolijk de oorlog in. Duitsers zijn trots op Duitsland. Het jongste land in Europa dat nog geen 50 jaar bestaat, zal wel eens even laten zien hoe sterk het is. Het past ook weer goed bij de welpolitiek en de ambities van Wilhelm II. Dat optimisme dat kan ook worden verklaard door het von Schlieffenplan. plan. Duitsland rekende namelijk om een tweefrontenoorlog oorlog met Frankrijk in het westen en met Rusland in het oosten. En om zo'n oorlog te kunnen winnen hadden ze een plan bedacht. En dat plan dat was bedacht door meneer von Schlieffen. Het plan was. ten eerste door Nederland en België Frankrijk aanvallen en verslaan. Zo snel mogelijk. En als dat was gebeurd, dan zouden alle troepen per trein. zo snel mogelijk naar het Oostfront vervoerd worden. om daar Rusland te verslaan. Zoals al vaker met plannen, het was mooi in theorie, maar een ramp in de praktijk. Want. Het offensief, de aanval in het noorden van Frankrijk wordt al snel gestopt. En het verhaal gaat dat de taxis van Parijs daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Om zo snel mogelijk Franse soldaten naar het noorden van Frankrijk te krijgen om de Duitsers daar te stoppen, mobiliseerde de Franse overheid alle taxis in Parijs. En die taxis die kregen als opgave om de soldaten naar het front te vervoeren. Daar aangekomen stopten ze de Duitsers. De Duitse opmars die stopte in het noorden van Frankrijk en in België. En de slag aan de Marne is daarvan het beste voorbeeld. En dit is ook een voorbeeld uit deze historische deelcontext. In september 1914 wordt hier zwaar gevochten. En die slag bij de Marne is een keerpunt. De Duitse opmars wordt zoals gezegd gestopt. En hier wordt gevochten door in totaal 2,5 miljoen soldaten. Gigantische slagen werden hier geleverd met heel weinig terreinwinst en ontzettend veel slachtoffers, 500.000 slachtoffers. Wat ook duidelijk werd, is dat de Duitsers hier geen doorbraak konden forceren. Het Franse leger was te sterk om door te stoten naar Parijs en de oorlog liep vast. En de plannen van de Duitse blitzkrieg, een snelle, korte oorlog, ook onderdeel van het von dat kwam hier ten einde. En er werd wel spottend gezegd dat de oorlog hier veranderde van een blitzkrieg in een sitzkrieg. Een zittende oorlog. Een oorlog waarin helemaal niets gebeurde. En dat typeert ook de komende jaren van de oorlog. Al in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog loopt het front in het Westen helemaal vast. En de komende jaren komt daar ook heel weinig verandering in. Er zit weinig beweging in. Beide partijen graven zich in en het wordt een loopgravenoorlog. En de partijen bestoken elkaar vanuit die loopgraven, maar meestal is er sprake van heel weinig terreinwinst. Het oorlogvoeren tijdens de Eerste Wereldoorlog past goed bij kenmerkend aspect 36, verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal. En dat komt vooral door dus die vastgelopen frontlinies, het ontstaan van loopgraven, maar ook door grote hoeveelheden nieuwe wapens. Een bekend voorbeeld van een nieuw wapen dat werd ingezet tijdens de Eerste Wereldoorlog is het gebruik van gifgas. En dat gifgas had afschuwelijke gevolgen zodra dat werd ingeademd of in contact kwam met slijmvliezen van soldaten. Ook een nieuw wapen is de tank. Die wordt op dit moment nog beperkt ingezet, maar dat laat wel zien dat de industrialisatie en de massaproductie heeft ook zijn invloed op het oorlogvoeren. Het feit dat er letterlijk aan de lopende band wapens gemaakt kunnen worden, zorgt voor veel meer slachtoffers en voor veel meer verwoestingen, veel meer dan in eerdere oorlogen. Een keerpunt in de Eerste Wereldoorlog is de deelname van de Verenigde Staten. En die deelname die wordt veroorzaakt doordat Amerikaanse schepen getorpedeerd werden door Duitse onderzeeboten. Dat gingen de Verenigde Staten natuurlijk een stap te ver en ze mengden zich in de oorlog. En die nieuwe Amerikaanse troepen die gaven de doorslag en zorgden ervoor dat Duitsland verslagen werd. En Duitsland geeft zich dan over in 1918. We keren nu terug naar de interne politiek, de binnenlandse politiek van Duitsland. Wat voor gevolgen heeft deze nederlaag van de Eerste Wereldoorlog voor Duitsland? November 1918 is een belangrijke maand en vooral een onrustige maand. De oorlog is, zoals gezegd, uitzichtloos. Amerika bemoeide zich ermee en het werd duidelijk dat Duitsland de oorlog niet kon winnen. Er brak een onrustige periode in waarin arbeiders en soldaten hervormingen eisten. Er moest iets veranderen in het land en de gevolgen waren dat de keizer Wilhelm II die trad af. Hij vluchtte naar Nederland. Hij verbleef eerst een tijd op het eiland Wieringen en vervolgens is hij oud geworden in Huizen Doorn. En Duitsland veranderde daarmee van een conservatieve monarchie waarin de keizer en de adellijke elite het voor het zeggen had, in een parlementaire democratie waar een belangrijke rol was weggelegd voor sociaal-democraten. En we noemen dit de geboorte van de Republiek van Weimar. Duitsland is dus geen keizerrijk meer, maar het verandert nu in een republiek met een parlementaire democratie. Een systeem waarbij de volksvertegenwoordigers verkozen werden. Een enorme verandering. En deze sociaal-democratische regering kreeg één belangrijke taak als eerste voor de kiezer. En dat was het regelen van de Duitse overgave. In deze periode werd de Dolkstootlegende geboren. En deze, dolkstoot, deze Dolkstootlegende was met name populair bij de oude legerleiding en de conservatieve elite die het liefst de terugkeer van de keizer zagen. En de lege leiding die zegt op dat moment de nederlaag: het verliezen van de oorlog. Dat is niet de schuld van de soldaten. Nee, dat is de schuld van de nieuwe parlementaire regering. Kijk maar, ze zijn nog geen twee dagen in functie en het eerste wat ze doen is Duitsland verraden. De oorlog zeggen ze was niet verloren aan het front, maar de soldaten waren verraden door de eigen regering. De leden van de nieuwe regering werden daarom ook wel de Novembermisdadigers genoemd. We zijn aan het einde gekomen van deze video en we hebben gezien dat Duitsland in 1914 optimistisch en vrolijk de oorlog ingaat, maar dat dat optimisme hard de grond in wordt geboord en in 1918 is duidelijk dat ze de oorlog niet winnen. In de volgende video gaan we verder met de vrede van Versailles. De vrede van Versailles is ook weer een voedingsbodem voor veel ontevredenheid en onrust in de Republiek van Weimar, maar daarover later meer. De Republiek van Weimar wordt ook wel de gehate Republiek genoemd. Omdat er grote groepen binnen de samenleving waren die de Republiek liever zagen verdwijnen. Aan de linkerkant bevonden zich communisten en aan de rechterkant de conservatieve elite, de oude legerleiding en extreemrechtse groeperingen. We zijn deze groeperingen zo net ook al tegengekomen bij de Dolkstootlegende. Communisten hebben als doel het streven naar een communistische samenleving. Gelijkheid is het belangrijkste begrip en arbeiders moeten de macht hebben. De conservatieve elite aan de rechterkant die willen juist de oude pracht en praal van Duitsland herstellen, zijn zeer nationalistisch en zien het liefst de terugkeer van de keizer. Je ziet deze twee groepen beide in actie komen en dat gebeurt ten eerste met de Spartakersopstand van 1919. Linkse groeperingen die proberen de macht te grijpen en willen een communistische revolutie doorvoeren. De Kapoets van 1920 is een voorbeeld waarbij de oude legerleiding probeert met soldaten de macht te grijpen in Duitsland. Beide opstanden mislukken. De Spartacus-opstand is voornamelijk gebaseerd en geïnspireerd op de Russische revolutie van 1917. En met die communistische revolutie in Rusland werd het land communistisch de aanhangers van de Spartacusbond die dachten als het in Rusland kan dan kan het in Duitsland ook en dus gingen ze de straat op en probeerden ze met geweld de communistische revolutie op gang te brengen de naam Spartacus verwijst naar een slaaf in de tijd van het Romeinse Rijk die een slavenopstand leidde. En zo zagen deze Spartacus-aanhangers zichzelf in Duitsland ook. De arbeiders moesten de macht krijgen, er moest meer gelijkheid komen en op die manier zouden ze zich als het ware moeten bevrijden van de slavernij. De Spartacus-opstand mislukt. De leiders Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht worden om het leven gebracht en Duitsland blijft een democratische republiek. Maar je ziet aan deze voorbeelden dus dat zowel van links als van rechts de nieuwe sociaal-democratische regering bevochten werd. Het tekenen van de Vrede van Versailles droeg absoluut bij aan de haat die mensen hadden ten, ten aanzien van de republiek. De kerstverse regering moest in 1919 akkoord gaan met de bepalingen van dit verdrag. Daarin stond dat Duitsland een groot deel van het grondgebied en de koloniën verloor. Dus het streven van Willem II met zijn weltpolitiek werd ongedaan gemaakt. Was er was ook sprake van ontwapening en de omvang van het leger werd verkleind. Aansluiting met Oostenrijk werd verboden. En wellicht de belangrijkste, er werden herstelbetalingen geëist van Duitsland. De overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog wezen unaniem Duitsland aan als oorlogshitser, als schuldige van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En daarom moest Duitsland betalen. Met name Frankrijk was zwaar getroffen door het oorlogsleed en eiste hoge herstelbetalingen. En die herstelbetalingen die werden vastgesteld op een astronomisch bedrag van 132 miljard Goudmark. Een onvoorstelbaar hoog bedrag dat Duitsland nooit op zou kunnen brengen. En als je hier weer even terugdenkt aan de manier hoe Duitsland ten oorlog ging, dan zie je dat het contrast groot is. Duitsers gingen juichend de oorlog in. We hebben de soldaten in de trein gezien. Ze zouden voor het ontbijt Parijs innemen en ze zouden wel eens laten zien hoe sterk dat nieuwe land in Europa wel niet was. Een aantal jaren later was de ontgoocheling groot. De keizer was weg en Duitsland kreeg alle schuld in de schoenen geschoven en moest een gigantische boete betalen. Het feit dat deze vrede ondertekend moest worden door de nieuwe sociaal-democratische regering maakte de haat tegenover de republiek bij sommige groeperingen alleen maar groter. Duitsland kon de herstelbetalingen namelijk niet betalen. Ze hadden er niet genoeg geld voor. Het was een gigantisch hoog bedrag en dat lukte niet. Als reactie daarop bezette Frankrijk het Roergebied, een belangrijk industrieel gebied. Als ze geen geld kregen, dan moesten ze maar goederen hebben en dus werd dit gebied bezet. En in reactie daarop riep de regering arbeiders in het Roergebied op om te gaan staken. Maar de stakende arbeiders werden wel doorbetaald. En dan krijg je een merkwaardige situatie. De geldpers blijft rollen. Er worden arbeiders betaald door de overheid, maar er staat geen productie tegenover. Je betaalt geld, maar je ziet er niets voor terug. En om dat te kunnen doen, moest er dus geld bijgedrukt worden. En hierdoor ontstond inflatie. Doordat er steeds meer geld in omloop kwam, werd het geld steeds minder waard. Mensen die wel eens koehandel of monopolie hebben gespeeld, weten hoe inflatie werkt. In het begin van het spel is er weinig geld in omloop en zijn de prijzen nog niet heel erg hoog. Maar naarmate het spel doorgaat, naarmate het spel vordert komt er meer geld in omloop en worden er steeds hogere prijzen betaald voor dieren bij koehandel of voor straten bij monopolie. Dat is inflatie. En die inflatie die neemt in Duitsland extreme vormen aan en daarom spreken we van hyperinflatie. Een voorbeeld. De prijs van 1 kilo brood. Die ontwikkelde zich als volgt. In december 1921 betaalden Duitsers 4 mark voor 1 kilo brood. Een jaar later was dat al 163 mark, ruim 40 keer zoveel. Januari 1923, 240 mark. April 1923, 474. Augustus 1923, 69.000 mark. En aan het eind van 1923, in november, werd het astronomische bedrag van 201 miljard mark betaald voor 1 kilo brood. Je ziet dus dat de prijzen gigantisch oplopen. Mensen kregen salaris, en het eerste beste wat je met je geld moest doen. was zorgen dat je het uitgaf, dat je er iets voor kon kopen. Want het zou goed mogelijk zijn dat het de volgende dag al helemaal niks meer waard werd. De Dolkstootlegende werd erg populair. In het vorige filmpje is al ingegaan op de Dolkstootlegende. Maar dat betekende dat de mensen zeiden dat Duitsland de oorlog niet aan het front verloren had. maar dat ze verraden waren door hun eigen sociaal-democratische regering die had de Duitse troepen de dolk in de rug gedreven. Kortom, gehaat want bedreigd van links en rechts, de dolkstootlegende doet er een schepje bovenop, en de economische problemen helpen natuurlijk ook niet. Als mensen werkloos zijn, als mensen niks kunnen kopen, dat zorgt ervoor dat mensen ontevreden zijn. En er waren dus genoeg redenen om de republiek te haten. 1924 is een belangrijk keerpunt, want dan komt het zogenaamde Doles-plan. En het Doles-plan is een Amerikaans... Hulpplan. Er komt Amerikaanse economische steun voor Duitsland om een einde te maken aan de situatie van de hyperinflatie en Duitsland economisch weer op de been te helpen. Er wordt in dat jaar ook een einde gemaakt aan de bezetting van het Roergebied. En dit is het begin van de bloeiperiode van de Weimarrepubliek. republiek en Het feit dat er sprake is van een bloeiperiode zie je vooral terug in film, muziek, cabaret en architectuur. De gehate republiek is een goede voedingsbodem voor de opkomst van het fascisme. Je ziet hier op de foto links Mussolini van Italië en rechts Adolf Hitler. Mussolini komt met een nieuwe politieke vorm en die heet fascisme. En fascisme heeft de volgende kenmerken. Fascisme is tegen democratie en overleg. Dat duurt lang, het levert vrij weinig op, het is altijd een kwestie van water bij de wijn en fascisten zijn daar tegen. Ze verheerlijken ook geweld. Geweld hoort er nu een keer bij en moet niet uit de weg gegaan worden. Het streeft ook naar één partij en één leider, en die ene leider die kan dan de knoop doorhakken. En dit past ook weer goed bij het eerste kenmerk tegen democratie en overleg. Als één leider zorgt dat er gebeurt wat er moet gebeuren, dan scheelt dat veel tijd en dat levert daadkracht op. Fascisme is ook heel erg nationalistisch. Het verheerlijkt het eigen land, de eigen staat, en het is militaristisch. Er is een belangrijke rol weggelegd voor het leger. Het Nationaal Socialisme van Hitler kijkt naar het Fascisme in Italië van Mussolini. Mussolini is een voorbeeld voor Hitler. En het Nationaal Socialisme wordt ook wel het Duits Fascisme genoemd. Het kent dus dezelfde kenmerken als het Fascisme. Alleen Hitler voegt daar één punt aan toe en dat is namelijk de rassenleer. Bij het Nationaal Socialisme in Duitsland, dat opkomt onder de NSDAP van Hitler, speelt de rassenleer en de rassenongelijkheid een belangrijke rol. Hitler is leider van de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Aan het begin van de jaren twintig nog een kleine onbeduidende partij, maar onder leiding van Hitler groeit de partij enorm. Door zijn retorische talenten, hij kan goed spreken, hij kan goed grote menigtes in vervoering brengen, weet hij veel mensen aan zich te binden. En de dolkstootlegende is een van zijn favoriete onderwerpen waarmee hij aanhangers achter zich probeert te krijgen. Duitsland is verraden. Duitsland moet weer groot worden, moet weer trots worden. Net als voor de Eerste Wereldoorlog. En Hitler belooft het land weer een terugkeer naar die periode. Een land waar Duitsers trots op kunnen zijn. Die NSDAP die deed populaire beloften. Bijvoorbeeld beloofden ze economisch herstel. En ze zeiden: Als wij aan de macht komen, dan luisteren we niet meer naar de afspraken zoals die geformuleerd zijn in het Verdrag van Versailles. En hij beloofde ook sterk leiderschap. Een typisch kenmerk van fascisme. De regeringen, de coalities in de Weimar-republiek volgden elkaar snel op. Er waren veel verkiezingen en Hitler beloofde hier een einde aan te maken. En onder zijn sterk leiderschap zou er een einde komen aan chaos en verdeeldheid. En dat was een boodschap die veel mensen aansprak. En als je terugdenkt aan het begin van deze video, hebben we gezien dat aan de rechterzijde van het politieke spectrum zijn er veel mensen die de keizer terug willen hebben, die weer trots willen zijn, die nationalistisch zijn. En zij vinden in Hitler de persoon die hun wensen goed verwoordt. Hitler maakt ook slim gebruik van propaganda. Politieke reclame om mensen te overtuigen van en te laten gehoorzamen aan de ideeën van een staat of politieke partij. Hitler maakt gebruik van film, maakt gebruik van radio. En dat maakt hem zeer zichtbaar binnen Duitsland. Met behulp van propaganda weet Hitler grote groepen mensen te bereiken. In 1929 komt er een einde aan de bloeiperiode zoals die is ingezet bij het DOS-plan. In 1929 vindt namelijk de beurskracht plaats in Amerika. De beurskracht betekent dat de aandelenmarkt die stort in één. En iedereen die had geïnvesteerd in de aandelenmarkt is zijn geld kwijt. En dit is het begin van een wereldwijde crisis. De economie van Duitsland is gekoppeld aan die van Amerika dankzij het DORS-plan en het Jongplan dat er later achteraan komt. De gevolgen van de beurskracht in Amerika zijn dus direct merkbaar in Duitsland en maken een einde aan de bloeiperiode. En daarvoor in de plaats komt er weer een economische crisis. Alles nog even op een rijtje, overzicht van de Weimarrepubliek. De eerste jaren van de Weimar Republiek zijn onrustig. De vrede van Versailles moet worden ondertekend. De herstelbetalingen kunnen niet worden betaald. En er treedt hyperinflatie op. In 1924 komt het Dorsplan. En dat is goed voor de economie en voor de cultuur. Er is er sprake van een bloeiperiode. En in 1929 door de beurskracht wordt dat weer ongedaan gemaakt. En begint er een nieuwe economische crisis. En die economische crisis die wordt handig bespeeld door de NSDAP, de partij van Hitler. De ontevredenheid zorgt ervoor dat meer mensen gaan stemmen op de NSDAP. En dat zorgt ervoor dat Hitler in 1933 aan de macht komt. Daarover meer in de volgende video. In 1929 breekt de beurskracht uit in Amerika en dat leidt tot een wereldwijde economische crisis. Die crisis die heeft groot effect op Duitsland, op de Republiek van Weimar, want de Republiek van Weimar werd geholpen door Amerika door het Dawesplan en het Youngplan, en toen het in Amerika fout ging, sloeg dat snel over naar de Republiek van Weimar en ontstond er voor de zoveelste keer crisis in de Republiek. De NSDAP wint hierdoor de verkiezingen. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen voor en na 1929, dan zie je dat de NSDAP enorm groeit. In 1928 had de NSDAP nog maar 12 zetels, en in 1930 waren dat er al 107. Dat was onder andere te danken aan het redenaarstalent van Hitler. Hij kon ontzettend goed spreken en massa's in vervoering brengen, waardoor mensen graag naar hem luisterden. Maar dat had ook alles te maken met de slimme propaganda die de partij van Hitler voerde. Het parlement werd machteloos. Er kwamen heel veel kleine partijen en er waren heel vaak verkiezingen. 1932 waren er ook verkiezingen en toen groeide de NSDAP nog verder van 107 naar 230 zetels. En dat maakte de NSDAP tot de grootste partij in het Duitse parlement, in de Rijksdag. De oude politiek kon niet meer om Hitler heen. En op 30 januari 1933 wordt Hitler benoemd tot Rijkskanselier door Rijkspresident von Hindenburg. Je ziet aan deze foto dat hij van Hindenburg, dat was iemand van de oude orde. Hij heeft zijn onderscheidingen nog op en heeft ook een typische Pruisische helm op zijn hoofd, de zogenaamde Pickelhaube. En die oude orde die dacht dat ze Hitler op deze manier zouden kunnen temmen. Ze dachten dat ze hem voor het karretje konden spannen en dat zijn populariteit snel zou verdwijnen als hij eenmaal echt de macht in handen zou hebben. Dat pakte in de praktijk heel anders uit. Want zodra Hitler zijn positie als rijkskanselier binnen had, breide hij zijn macht pijlsnel uit. Op de avond na Hitler zijn benoeming tot rijkskanselier trok de militaire eenheid van de NSDAP, de SA, de Sturmabteilung, trokken met fakkels langs het raam van Adolf Hitler, de nieuwe rijkskanselier van Duitsland. En je ziet hier op de foto dat ze hun tocht vervolgden verder door Berlijn onder de Brandenburger Tor door. De macht van de naties was dus heel erg zichtbaar. En dat werd door deze optocht alleen nog maar uitvergroot. Ook een vorm van propaganda. De volgende stap was dat Hitler een zogenaamde noodsituatie creëert. En hij wordt op zijn wenken bediend door de brand in de Rijksdag. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Februari 1933 brandt een groot deel van het Rijksdaggebouw af. Dat is het gebouw waar het Duitse parlement, de Rijksdag, zetelde. Die brand was vermoedelijk aangestoken door een Nederlandse communist, Marinus van der Lubbe. En Marinus van der Lubbe was een uh, bijzondere figuur. Hij was een Nederlandse communist die uh, naar Duitsland trok en uit protest tegen de opkomst van de naties, tegen de opkomst van de fascisten, brandstak in de Rijksdag. De positie van van der Lubbe, daar is veel over geschreven en gedebatteerd door historici. De vraag was of hij nu helemaal alleen handelde, als een soort eenzame communist die een daad wilde stellen, dat hij gestuurd werd door bijvoorbeeld Rusland... Of, en dat was nog een derde optie, dat de nazi's misschien zelf de Rijksdag wel in brand hadden gezet en de schuld in de schoenen van de communisten schoven. Door die Rijksdagbrand creëert Hitler namelijk een noodsituatie en een crisissfeer. En hij dringt erop aan bij Rijkspresident van Hindenburg dat er noodwetten worden aangenomen. Hij zegt dat het land in gevaar is, de communisten dreigen volgens hem via een revolutie de macht te grijpen. En er moeten zo snel mogelijk noodwetten komen die kunnen voorkomen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En die noodwetten die worden ook aangenomen. Tegenstanders van Hitler, bijvoorbeeld de communisten, die werden door de SA geïntimideerd en ook opgesloten in de eerste concentratiekampen. Als er sprake is van een noodsituatie, mag je buitengewone dingen doen en dus mag je mensen die de staatsveiligheid bedreigen, mag je opsluiten, althans in de ogen van Hitler. En hierdoor schakelt hij een grote groep tegenstanders uit. Hij brengt namelijk een wet in stemming, de zogenaamde machtigingswet. En in die machtigingswet staat dat Hitler vier jaar lang het recht heeft om buiten het parlement om te regeren en wetten aan te nemen. Die wet die moet aangenomen worden met twee derde meerderheid van het aantal stemmen en dus het aantal zetels in de Rijksdag. De communisten die zijn uitgeschakeld, die zijn opgesloten en die zijn niet aanwezig bij die stemming. En de telling wordt zo aangepast dat die... Stemmen en die lege zetels van de communisten die tellen niet mee. En op die manier is een twee derde meerderheid veel sneller behaald. En dat is ook precies wat er gebeurt. De Machtigingswet wordt aangenomen. Hitler is alleen heerser en maakt van Duitsland, van de Republiek van Weimar, een totalitaire staat. 1933 is dan ook het einde van de Republiek van Weimar. En vanaf 1933 bouwen de Naties aan één Duitsland en dat Duitsland dat moet gelijkgeschakeld worden. Alle onderdelen van de samenleving moeten onder de controle komen van de Naties. Dat is de gelijkschakeling. Alle basisrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, zijn afgeschaft en Hitler kan ongestoord zijn macht verder uitbouwen. De derde deelcontext gaat over Nazi-Duitsland van 1933 tot en met 1945. We hebben gezien hoe Hitler zijn macht pijlsnel uitbreidt als hij in 1933 wordt benoemd tot Rijkskanselier. We gaan nu kijken hoe de naties hun macht vestigen in de jaren na 1933. We gaan eerst kijken naar Adolf Hitler zelf. Hij is geboren in 1889 in Oostenrijk en hij wordt in 1919 lid van de DAP, de Duitse Arbeiderspartij. Hij wordt daar leider van en doopt de partij om tot de NSDAP. Tot dat moment had Hitler nog niet zo heel veel gepresteerd in zijn leven. Het grootste succes dat hij had geboekt was zijn deelname aan de Eerste Wereldoorlog, waar hij een medaille had verdiend voor moedig gedrag. Maar tot die tijd was zijn leven eigenlijk vrij richtingsloos. Maar de politiek bood uitkomst. Hitler ontpopte zich binnen deze partij als een goed spreker. Het is al eerder genoemd. Hij kon goed spreken voor groepen. En dat talent dat gaf hem de mogelijkheid om massa's aan zich te binden. In 1923 probeerde hij door middel van een poets, door middel van een staatsgreep, de macht te grijpen. Dat had hij afgekeken van Mussolini in Italië. Daar was het wel gelukt. Bij Hitler mislukt het en hij wordt opgesloten in de gevangenis. Maar hij wordt niet heel erg streng bewaakt en kan in alle rust met behulp van een assistent schrijven aan zijn boek Mein Kampf, waarin hij zijn politieke theorieën en ideeën voor Duitsland uiteenzet. Het zijn de jaren van de Weimar-republiek: veel instabiliteit, economische crisis en onvrede. Hij heeft ook voldoende om tegenaan te schoppen en om zich politiek te profileren. In 1933 wordt hij Rijkskanselier en in 1939 startte de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat de nazi's de macht krijgen in 1933, beginnen ze direct met de nazificatie, oftewel de gelijkschakeling van Duitsland. En dat betekent dat alle onderdelen van de staat of van de samenleving in lijn werden gebracht met het nationaal-socialisme, tot een totalitair systeem was bereikt. Alle onderdelen van het leven van Duitsers moesten genazificeerd worden. Dat is gelijkschakeling. En we gaan nu kijken aan de hand van een aantal voorbeelden hoe de nazi's dat in de praktijk brachten. Het eerste voorbeeld van gelijkschakeling is de boekverbrandingen die plaatsvonden in Duitsland in 1933. Boeken van schrijvers die dingen schreven die niet pasten in de nazi ideologie die werden verboden en die werden publiekelijk verbrand om te laten zien dat dat soort ideeën niet meer welkom waren. De Duitse dichter Heinrich Heine heeft ooit gezegd, daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men op den duur ook mensen. Hij heeft dit geruime tijd voor de machtsovername van de naties geschreven, maar hij heeft natuurlijk wel gelijk gekregen. Tweede voorbeeld is de oprichting van jeugdvereniging. Links zie je een poster die jongens oproept om lid te worden van de Hitlerjugend en rechts een poster die meisjes oproept om lid te worden van de Bund Deutsche Mädel. En de kinderen die lid werden van deze vereniging die werden natuurlijk geschoold in de richting in de lijn van het gedachtegoed van de nazi's. De jongens moesten ook al veel marcheren en moesten ook al veel voorbereidingen doen die heel erg leken op het leger. Dus je kunt er ook al een voorzichtige militaire voorbereiding in zien. De meisjes werden vooral klaargestoomd om huishoudelijk werk te doen, want zij moesten ervoor zorgen dat er in de toekomst veel goede Duitsers geboren en opgevoed zouden worden. Ten derde, de Duitse Arbeidsfront. Alle vakbonden werden verboden. Niet, arbeiders mochten zich niet meer los verenigen in, in vakbonden. Maar er kwam één grote natievakbond en dat was het Duitse Arbeidsfront. Voor arbeiders werd er ook veel georganiseerd. De organisatie Kraft durch Freude die zorgde er bijvoorbeeld voor dat arbeiders uitstapjes konden doen, dat ze op vakantie konden gaan. En dit was een aantrekkelijk perspectief voor Duitse arbeiders. Zeker als je het vergelijkt met de onstabiele periode van de Republiek van Weimar en de economische crisis. Het onderwijs was ook heel geschikt voor de nazi's om te gebruiken om leerlingen gelijk te schakelen. Dit is een voorbeeld van een rekensom die gegeven werd op een basisschool in Nazi-Duitsland. En als je hem even op pauze zet kun je hem even rustig doorlezen. Maar je ziet hier dat er heel duidelijke politieke standpunten in zitten. Er vertrekt een bommenwerper die, wordt, die gaat richting het internationaal centrum van het jodendom en bombardeert dat... Dus de leerlingen op de school, die werden op die wijze werden die geïndoctrineerd, je zou kunnen zeggen gehersenspoeld, met allerlei natie-ideologie. Nog een voorbeeld van zo'n som uit het onderwijs. Nogmaals, zet hem even op pauze en je kunt het gaan lezen. Op het gebied van cultuur werd de Rijkscultuurkamer geïnstalleerd. En die Rijkscultuurkamer, die bepaalde wat er wel en niet werd toegestaan. En die stond onder leiding van Goebbels. Journalisten, schilders, schrijvers, muzikanten, filmers enzovoort, die werden gecontroleerd. En alleen datgene dat werd goedgekeurd door de Rijkscultuurkamer, dat mocht worden gepubliceerd en dat konden mensen gaan bekijken. Dus ook hier konden politieke tegenstanders absoluut geen films maken of stukken schrijven eh, waarin kritiek werd geleverd op de Naties. Dat zou nooit goedgekeurd worden door de Rijkscultuurkamer. Dus alles wat mensen in Duitsland zagen na 1933. Wat ze zagen, wat ze hoorden, wat ze lazen in de kranten, dat was allemaal goedgekeurd door de Rijkscultuurkamer en dus in lijn met de Nazi-partij. Je moest lid zijn van die Rijkscultuurkamer. Als je niet lid was, kon je je beroep niet uitoefenen. Dus weer een manier om alles onder leiding te brengen en onder invloed te brengen van de nationaal-socialisten. Die propaganda onder leiding van Goebbels, je ziet hem hier in beeld, speelt een ongelooflijk belangrijke rol. En Goebbels zet moderne communicatiemiddelen in. Hij maakt gebruik van radio, hij maakt gebruik van film. De Naties komen zelfs met een eigen radio, de zogenaamde Volksempvinger, waardoor het voor iedereen mogelijk was om de speeches van Hitler te beluisteren. Dus voor een massa-organisatie was het nodig om iedereen te bereiken en Goebbels wist hoe je dat moest doen. Een aantal propagandafilms die gemaakt werden onder leiding van de Naties, de Eeuwige Jude, triomf des Willens en Olympia. Die staan volgens mij alle drie op YouTube en als je erop zoekt dan kun je daar fragmenten van bekijken. Die gelijkschakeling moest leiden tot het ontstaan van een volksgemeenschap. Zo'n volksgemeenschap was het ideaal van de Naties. Een nationaal-socialistische samenleving, raszuiver en zonder klassentegenstellingen. En natuurlijk alleen plaats voor het arische ras. Echte Duitsers met blauwe ogen, blond haar. En dat volk was volgens de Duitsers ook verbonden aan de Duitse grond. Die mensen hoorden daar thuis en voor andere mensen was er absoluut geen plaats. Bijvoorbeeld Joden, Zigeuners, gehandicapten, homoseksuelen, Jehovah-getuigen, mensen met een andere huidskleur, enzovoort, enzovoort. In 1935 werden de Neureberger wetten aangemaakt. En daar werd nog eens op het gebied van het ras specifiek in aangeduid wat er nou werd bedoeld met het arische ras en wat het ideaal was van de naties. Joden werd volgens deze wetten het Duits staatsburgerschap ontnomen. Er kwam ook een verbod op het huwelijk tussen Joden en niet-Joden, want dat zou immers alleen maar leiden tot rasonzuiverheid. En met die Nuremberger werd een verschenen kaarten als deze, en daarin werd vastgelegd wanneer je joods was, wanneer je halfjoods was, of wanneer je een volbloed Duits burger was. En aan de hand van dit soort diagrammen kon men dus vaststellen of je paste binnen die volksgemeenschap of niet. Zoals eerder gezegd zette Hitler een grote streep door de vrede van Versailles. Duitsland werd opnieuw bewapend, sprake van herbewapening. Het Rijnland, een belangrijk industrieel gebied, werd opnieuw gemilitariseerd. Daar bevonden zich dus weer Duitse soldaten en dat mocht niet volgens het verdrag van Versailles. De aansluiting van Duitsland met Oostenrijk was ook expliciet verboden in het verdrag van Versailles. De overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog wilden daarmee voorkomen dat Duitsland groot, machtig en sterk zou worden. In 1938 laat Hitler zien dat het verdrag voor hem een dood document is, want dan vindt de zogenaamde aansluiting plaats en Duitsland sluit zich aan bij Oostenrijk. Kort daarop werd ook het Sudetenland, een deel van Tsjechoslowakije, ingenomen en werd het rijk, het grondgebied van Duitsland, dus toch uitgebreid. Hitler zei dat hij recht had op dat gebied van Tsjechoslowakije, omdat daar veel Duits sprekenden woonden. En die Duits sprekenden die hoorden natuurlijk bij zijn volksgemeenschap, bij zijn Derde Rijk, bij het nieuwe Duitsland. De beloftes waar Hitler in 1933 mee aan de macht komt, namelijk een groot Duitsland en economisch herstel, die maakt hij ook voor een deel waar. Want als we kijken naar de werkloosheid tussen 1933 en 1939, dan zien we dat die werkloosheid enorm daalt. En dit droeg bij aan de populariteit van Hitler. Achteraf gezien rijst natuurlijk vaak de vraag hoe hebben omringende landen, bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk, dit nu kunnen laten gebeuren? Waarom deden ze het niet? En de politiek van Engeland die wordt ook wel omschreven als een zogenaamde appeasement politiek. To appease betekent letterlijk sussen. Dat sussen dat deden ze door steeds een beetje toe te geven aan Hitler, door Hitler steeds zijn zin te geven. Dat was volgens Engeland de beste manier om te voorkomen dat er nog een keer een oorlog uit zou breken. Het beste voorbeeld van de appeasementpolitiek is de conferentie van München. Chamberlain van Engeland die gaat daarnaartoe en die geeft Hitler toestemming om het deel van Sudetenland in te nemen. Hierbij is ook weer het idee: laten we het maar toestaan, dan stopt Hitler misschien wel. Tot grote frustratie van Tsjechoslowakije en die noemden de conferentie van München ook wel het verraad van München. Zij hadden erop gerekend dat de internationale gemeenschap hen zou steunen. Dat het niet toegestaan zou worden dat Duitsland die gebieden van Tsjechoslowakije in zou nemen, maar Engeland grijpt niet in, want Engeland wil op dat moment nog geen oorlog en dus kan Hitler weer zijn gang gaan. Hier zie je nog een keer op de kaart om welke gebieden het gaat. De gele gebieden op de kaart is het Sudetenland en die worden door Hitler ingenomen omdat daar veel Duitsers woonden. Het niet-aanvalsverdrag laat zien dat Hitler had geleerd van de Eerste Wereldoorlog. In augustus 1939 werd er namelijk een verdrag gesloten tussen Duitsland, Hitler, en de Sovjet-Unie, Stalin. In de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland vechten aan twee fronten. In het westen tegen Engeland, Frankrijk en later ook de Verenigde Staten, en in het oosten tegen Rusland. En dat zorgde ervoor dat het von Plan mislukte en dat de partijen zich ingroeven en dat de oorlog voor Duitsland uitzichtloos was. Hitler wilde nu voorkomen dat hij weer aan twee fronten moest vechten. En dat deed hij met dit verdrag. In het verdrag stond ook een geheime verdeling van Oost-Europa. Dus ten eerste spraken Hitler en Stalin met elkaar af dat ze elkaar niet aan zouden vallen. En ten tweede werd er een verdeling gemaakt van onder andere Polen en de Baltische Staten. En daardoor had Hitler de handen vrij. En hoefde hij niet bang te zijn toen hij in september Polen binnenviel dat Rusland zich ermee zou bemoeien? Een aanval van Rusland was met dit verdrag namelijk uitgesloten. Het belang van Hitler is dus heel duidelijk: Hitler wilde maar vechten aan één front en niet nogmaals tegen Rusland vechten. Het belang van Stalin zat hem in het feit dat zijn leger heel erg verzwakt was. Onder Stalin hadden er veel zuiveringen plaatsgevonden, er waren veel mensen vervolgd, opgesloten en dat had zijn leger heel erg verzwakt. Dus daarom was het voor Stalin aantrekkelijk om dit niet-aanvalsverdrag met Hitler te tekenen. In deze spotprint zie je dat Hitler en Stalin met één been aan elkaar verbonden zijn. Maar ondertussen houden ze een gewapend pistool op de rug en dat laat zien dat ze elkaar dus niet vertrouwden. En dat wantrouwen dat was terecht, want in 1941 valt Hitler alsnog Rusland aan. Maar in de jaren daarvoor heeft hij heel West-Europa al aan zich onderworpen. Een ander voorbeeld uit deze deelcontext is de Wanscheid conferentie uit 1942. En bij deze conferentie, bij deze vergadering aan de Wanscheid, dat is een meer even buiten Berlijn, wordt een oplossing gezocht voor het zogenaamde Jodenvraagstuk. De oplossing voor het jodenprobleem, zoals het genoemd werd door de nazi's. En hoewel de holocaust, de Shoah, de moord op 6 miljoen joden al in gang was gezet, wordt de Wannsee-conferentie vaak gezien als het begin van de systematische moord, de genocide, op joden. Hier wordt de beslissing genomen dat Joden uit de weg geruimd moeten worden, dat ze vermoord moeten worden. En dat gebeurt door middel van een industrieel proces van het deporteren van Joden richting het oosten, waar zich enorme vernietigingskampen bevinden, waar Joden om het leven worden gebracht, onder, onder andere met behulp van de beruchte gaskamers. Een aantal keerpunten in de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste is dat de slag om Stalingrad 1942-43. Hitler valt dus wel de Sovjet-Unie aan, ondanks het niet-aanvalsverdrag, maar het lukt hem niet om Rusland te veroveren en bij Stalingrad wordt hevig gevochten. In 1944 in juni landen de geallieerden in het noorden van Frankrijk bij Normandië, de zogenaamde D-Day. En dat is het begin van de opmars van de geallieerden en het is het begin van het einde van de natieheerschappij. Vanuit het oosten valt de Sovjet-Unie aan en de geallieerden dus zoals gezegd bij D-Day vanuit het westen. En Duitsland wordt als het ware ingesloten. Ze hebben geen schijn van kans meer en Duitsland wordt verslagen. Mei 1945 eindigt de oorlog. Hitler en andere nazi kopstukken die plegen zelfmoord en vervolgens mogen de geallieerden voor de tweede keer in de 20e eeuw bepalen wat er met Duitsland moet gebeuren. De oorlog in Azië is nog niet ten einde, maar die wordt beëindigd met het afwerpen van twee atoombommen door de Verenigde Staten op Hiroshima en Nagasaki. En bij het einde van deze context, van deze historische context, begint eigenlijk ook direct de volgende historische context, namelijk die van de Koude Oorlog. Nog één korte opmerking. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zoals die in de historische context zit en dus ook in dit filmpje is heel erg kort en bestaat slechts uit een aantal hoofdpunten. Waardoor het lijkt alsof het allemaal een heel simpel verhaal is met een aantal simpele gebeurtenissen en keerpunten, terwijl dat in de praktijk natuurlijk wel iets ingewikkelder lag. Ik hoop dat je iets aan dit filmpje hebt gehad. Heel veel succes met het bestuderen van deze historische context.